voor elektriciteit hebben met een stroomkring veel over geleerd, met weerstanden en zoveel mechanica, ja, over krachten, over banden en kettingwielen. En, ja, heel. Het is belangrijk dat ze goed kunnen, dat ze hun wiskunde goed kunnen, want heel veel van de technische vakken, daar zit toch wel een beetje theorie in. Met andere woorden, wat formules. Formules moeten omgevormd worden, getallen moeten in eenheden worden omgezet en zo. En dat is iets wat toch belangrijk is. Maar eenmaal als ze dat doorhebben, en dat is moeilijk, dan gaat dat meestal wel vanzelf. Bij mechanica gingen we dus hoofdzakelijk in de eerste twee trimesters over kinematica. Dus dat is de studie van de beweging van de objecten. Dat gaat over snelheden, verplaatsingen, versnellingen. En nu zijn wij aan het gedeelte statica begonnen, wanneer dat eigenlijk alles stilstaat, maar dan gaan we eerder gaan kijken naar de krachten. Bij elektriciteit, zoals Vincent zei, hebben wij eigenlijk in de eerste twee trimesters ons bezighouden met het begrip elektriciteit, bewegende ladingen, maar dan ook schakelingen leren maken, serieschakelingen, parallelschakelingen, gemengde schakelingen. Ja. En zo bereiden we voor op het vierde jaar, waar dat we dan met magnetisme gaan bezig zijn.